Welkom bij het vernieuwde theorie-examen voor het rijbewijs B. U krijgt zo dadelijk 65 vragen met de daarbij behorende afbeeldingen te zien. De vragen kunt u beantwoorden met het antwoordkastje naast de vraag. Het examen bestaat uit 25 vragen over gevaarherkenning en 40 vragen over regels, wetten en inzicht. We beginnen met 25 vragen over gevaarherkenning. En iedere vraag is hetzelfde, namelijk, wat kunt u het beste doen in deze situatie? U heeft dan de keuze uit drie antwoorden, namelijk A. Remmen, B. Gas loslaten of C. Niets doen. Bij de vragen over gevaarherkenning wordt niet gesproken en u heeft 8 seconden de tijd om het antwoord te geven. Bij de 40 vragen over regels, wetten en inzicht heeft u de keuze uit ja-nee vragen, meerkeuzevragen, ABC en vragen waarbij u een getal in moet toetsen. Zolang de tijdsbalk links van de foto naar beneden gaat, kunt u het antwoord aanklikken. Wijzigen van het antwoord doet u door middel van de gele correctietoets. Na de laatste vraag krijgt u meteen de uitslag. En kunt u van alle fout beantwoorde vragen de antwoorden terugkijken. Ook kunt u van 3 goed beantwoorde vragen de antwoorden terugkijken. Wilt u slagen, dan moet u van de 25 vragen over gevaarherkenning er minimaal 12 goed hebben. En van de 40 andere vragen mag u maximaal 5 vragen fout doen. Veel succes namens A2 toe V2H.
Het kind is 1,20 meter en zit in een kinderbeveiligingsmiddel. Mag het kind zo met u meerijden? Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 fiets, 2 bromfiets, 3 auto. B. 1 bromfiets, 2 auto, 3 fiets. C. 1 fiets en auto, 2 bromfiets. Moet u de tram voor laten gaan? U krijgt een scherpe bocht naar rechts. Moet u dan rekening houden met bestuurders die op uw weghelft rijden? Moet u de voetgangers voor laten gaan? Is het verstandig om bij laagstaande zon dimlicht te voeren? U wilt rechtsaf. Moet u het kind voor laten gaan? Wanneer mag u hier parkeren? A. Als u met het openbaar vervoer verder gaat reizen. B. Als u een parkeervergunning heeft. C. Als u bij de spoorwegen werkt. U wilt linksaf. Moet u de tegemoetkomende auto's voor laten gaan? Wat betekent dit bord? A. Werk in uitvoering. B. Slecht wegdek. C. Verkeersdrempels. Moet u de snorfietser voor laten gaan? Wanneer mag u hier stilstaan? A. Nooit. B. Om te laden en te lossen. C. Om mobiel te bellen. U wilt rechtsaf de rotonde verlaten. Moet u de fietser voor laten gaan? U parkeert hier. Bent u dan verplicht om stadslicht te voeren? Kunt u zo meteen linksaf slaan?
U parkeert hier. Mag dat? Moet u de snorfietser voor laten gaan? Geldt deze maximale snelheid tot aan het volgende kruispunt? Rijdt u nu op een eenrichtingsweg? U bent op visite en parkeert hier zo. Mag dat? U wilt richting Utrecht. Rijdt u dan op de juiste rijstrook? Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1. Bromfiets. 2. Auto. 3. Tractor. B. 1. Auto. 2 tractor, 3 bromfiets. C. 1 auto, 2 bromfiets, 3 tractor. Hoe lang is uw theoriecertificaat geldig? A. Een half jaar. B. Een jaar. C. 10 jaar. U bent verkeerd gereden en gaat keren door middel van een halve draai. Wie moet u voor laten gaan? A. Alle bestuurders. B. Alle weggebruikers. C. Alle weggebruikers behalve voetgangers. U wil de witte auto in de bocht inhalen. Mag dat? U wilt hier bij de bushalte een passagier uit laten stappen. Mag dat? Moet u stoppen om de voetganger voor te laten gaan? U wilt rechtsaf. Mag u nu doorrijden? Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 bus, 2 auto, 3 bromfiets. B. 1 bus en bromfiets, 2 auto. C. 1 auto, 2 bus en bromfiets. U wilt rechtsaf. Mag u zo voorsorteren?
wilt hier parkeren. Mag dat? U bent verkeerd gereden en rijdt hier achteruit. Mag dat? Welk bord geeft de bebouwde kom aan? A. Bord A, B. Bord B, C. Bord A en B. Moet u nu stoppen voor de voetgangersoversteekplaats, het zebrapad? Om de hoeveel tijd controleert u de banden? A. 1 keer per maand. B. 1 keer per half jaar. C. 1 keer per jaar. Kunt u nu bestuurders van rechts verwachten? De twee kinderen skieleren op de rijbaan. Dit zijn dan A. bestuurders, B. voetgangers. U parkeert hier, mag dat? U rijdt hier op een rotonde. Op een rotonde mag u A. alleen op de rechter rijstrook rijden, B. alleen op de linker rijstrook rijden, C. op de linker en rechter rijstrook rijden. Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 fiets, 2 motor, 3 auto. B. 1 auto, 2 motor, 3 fiets. C. 1 motor, 2 fiets, 3 auto.